SpongeBob. SpongeBob, hoe is het ermee? Zegt niet veel meer. Hij heeft een beetje ongelukkige karaktertrek gekregen in de loop van de jaren. Hij is ernstig misbruikt in het verleden. Hey Sponge? Ja, er komt weinig uit, jongens. Ik denk dat ik maar weer naar binnen ga. Het is hier rete gezellig. We gaan even interveren hier in een leuk gesprek. Hi. Dames en heren, ik zie ontzettende lachende gezichten. Ja, nu even niet, maar je komt gewoon volop in beeld. Wie ben jij? Want ik zie geen naam, dingetje, plaatje. Marja Peper. 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 Hoe is het met Marja? Met Marja is het heel goed. Ja? Ja. Hoe heb je het gehad hier op school? Ik heb het hier leuk gehad. Ja. Je bent niet echt heel erg van de antwoorden, heb ik al in de gaten. Ja, ook helemaal niet. Nee, nou, dan gaan we naar je vriendin. Dan gaan we naar je vriendin in een ontzettend leuk blauw jurkje met stippen. Zeg, ik kan ook jouw naamplaatje niet lezen. Wie ben jij? Femke. Ja, er staat Femke, maar ik heet Femke. Oh, Femke. Ja. Dat is een hele ernstige fout van de organisatie bij deze. Zeg, ik loop hier een beetje die school rond. Ik interview iedereen. Iedereen heeft het alleen maar over het kamp. Ja. Nee, dat was heel leuk. En ik ben zelfs nog als kampleiding meegegaan later met Theo. Ja, ik kwam net ook Jelmer of zo, Jelmer tegen. Ja, daar ben ik volgens mij niet mee op kamp mee geweest. Maar goed, dat zal. Ja, het is wel leuk. Ik heb altijd met Theo in de klas gezeten en die zei, als je later groot bent, mag je wel eens mee als leider. En, wat leuk. Dat heb ik gedaan. Dat heb je gedaan. Ja. Wat doe je in het dagelijks leven tegenwoordig? Ik werk nu op de Hogeschool Utrecht. Kijk, ook goed terechtgekomen dus. Heel goed terechtgekomen. Volgens mij is het bruto salaris hier op deze school gemiddeld best wel hoog. Ja? Ja, nou ja, ik zie alleen maar hele intelligente mensen. Mensen die allemaal goede functies hebben gekregen in het leven. Ja. Dus die school heeft wel degelijk zin gehad. Ja. Waren het je ouders die dat voor je bepaalden of waren er vriendjes en vriendinnetjes die allemaal naar deze school gingen? Nee, dat waren echt ouders. Ja, volgens mij hadden wij hele lastige ouders die volgens mij hier nog lessen zijn bij gaan wonen. Ja, om te controleren of het allemaal goed ging. En, want wij zijn echt wel een van de eerste lichtingen ook. Rob en Frank en zo waren echt de eerste lichting, denk ik. En wij zijn ook niet zo heel erg later nagekomen. Dus er was nog behoorlijk wat dat de ouders mee konden gaan helpen. En volgens mij deden jouw ouders ook hier wel in school. Ja. Nou, mijn ouders wel. De betrokkenheid van ouders bij Montessori school is volgens mij heel groot. Ja. Ja, je kijkt mij aan, ik vraag het jou. Ja, weet ik niet. Volgens mij waren mijn ouders niet, die waren wel betrokken, maar niet dat ze heel veel deden. Jouw ouders hebben echt heel veel altijd gedaan. Ja, die zaten ook in de bibliotheek, in het bestuur die hebben hier veel gedaan. Jullie kwamen allemaal uit huizen. Ik neem aan dat jullie allemaal verhuisd zijn inmiddels. Nee, ik ben weer terug in huis. Oh, je bent weer terug, dat trekt toch blijkbaar weer aan. Ja. Wat is er zo leuk aan huizen? Nou, er is helemaal niks leuks in huizen. Het is helemaal niks. Nee, het is natuurlijk een slaapdorp wat dat betreft. Maar als je je moeder in mijn geval dan nog hier hebt zitten, dan daar hou ik wel van om er een beetje dichtbij te zijn. Nou, hartstikke lief van je is dat. Ja, goed hè. Top actie. En je bent natuurlijk toch wel overal dichtbij. Dus je kan of Utrecht, Amsterdam, het is allemaal toch wel centraal. Heb je zelf kindjes inmiddels? Nee. En als je ze krijgt, zou krijgen, doe je dan ook weer Montessori onderwijs? Nou, ik heb de leeftijd niet meer voor kinderen. Je ziet er nog hartstikke goed uit, maak je geen zorgen. Ja, maar je kan gewoon tot je 65ste doorgaan. Ja, nou nee, niet bij mij. Nee. Oké, okay, nou ja, dat is een mogelijkheid natuurlijk. Ik vond het een leuk gesprek. Oh, en wat is jouw functie hier op school? Ik ben hier een mannetje met het microfoontje. En, daarna, en als het niet op zaterdag de zoveelste is, wat dan? Als het niet zaterdag de zoveelste is, dan ben ik of aan het werk als radiomaker. Of ik maak met Cor dit soort filmpjes. Okay, maar je hebt hier niet op school gezeten? Ik heb hier niet op school gezeten. Maar ik zou hier best op school hebben willen zitten. Okay. Lijkt me wel leuk. Nou, dit was ons lokaal. Ja, nou, grappig. Ik heb het net bekeken. En, leuke fotoboeken liggen er allemaal. Dus we hebben al iemand betrapt die erin zat te neuzen. En dat brengt leuke verhalen met zich mee. Ja, zeker. Nee, het is allemaal echt heel leuk. Ik moet direct nog naar de toiletten kijken, want volgens mij zijn die ook nog heel erg klein. Ja, net zoals de stoeltjes, want die zijn ook zo verschrikkelijk klein. Dat staat nog op mijn lijstje hier. Maar het is echt leuk. Het is leuk om elkaar weer eens een keer te zien. En, Dus praat lekker verder, zonder mij, want volgens mij vind je het helemaal niet grappig met zo'n microfoon in de buurt. Schrikkelijk. Ga ik gauw weg. Dag. Tukkie te eten, Cor, dan moet je niet zo snel zijn. Heel onbeleefd. Jij bent Caroline. Ja, klopt. En jouw papa heeft hier ook op school gezeten. Ja. Die staat er verderop, daar ga ik zo naar toe lopen. Waar wonen jullie tegenwoordig? Ik woon zelf in Almere. Ja. En hij woont in Rode, in Groningen. Heel ver weg. Ja, heel ver. Hij is speciaal voor deze reunie naar de school gekomen, hier in huis. Zeg, vertel eens, papa-dochter dingetje. Je hebt nog een zusje, zag ik, die erbij was. Gewoon geïntegreerd in het Montessori-onderwijs, denk ik. Ja, klopt. Papa, kom er even bij, want jij kan daar heel goed antwoord op geven. Rob, goedemiddag. Hoi. Van de vader op dochter, hè? Ja. Ik had twee dochters hier. Ja. En vanaf dat de eerste op school zat,
heb ik me in het schoolleven gestort, zeg maar. Ben je zelf opgegroeid in Huizen, dat je hier op deze school terecht kwam? Nee. Ik ben in Bergen opgegroeid en ik heb, denk ik, vanaf mijn, wat zal het zijn, 20ste in het Gooi gewoond. Oké. En nooit meer weggegaan, behalve naar Rode. Ja. Hoe kom je in Rode terecht, vraag me? Mijn vrouw. Oké. Wat is er van je geworden eigenlijk na deze Montessori-school? Wat heb je gedaan? Ben je gaan studeren dan waarschijnlijk? Nee, ik heb het hoveniers vak ingerold. Okay. Ik bedoel, de kinderen waren wat groter. Die hadden geen begeleiding meer nodig. En ik ben in de periode dat ik hier op school was, werkte mijn inmiddels ex-vrouw. En ik had dus de tijd om op school te werken. Ja. En toen ze wat ouder werden, kon ik mijn hobby's, en dat was alles wat met tuinen te maken heeft, kon ik gaan volgen. Dus jullie doen me een beetje denken aan, of het is niet verkeerd bedoeld, aan Rob. Rob de tuinman. Ja. Die ook in Blaricum werkzaam is volgens mij. Ja, klopt. Ik ken hem ook. En sterker nog, zijn maat Nico, destijds van hetzelfde programma. Ja, die kennen we. Die woonde vroeger in Almere Hout. Ja. En daar heb ik de tuin van gedaan. Ja, wat leuk. Hey, even, want jij hebt hier op school gezeten. Was het dan een logisch gevolg dat jouw dochters hier blijkbaar ook op deze school? Ik heb niet op school gezeten. Oh, je hebt hier niet zelf op school gezeten? Nee. Oh, die in die vondenstelling was ik gewerkt? Nee. Ja. Ik, omdat mijn dochters hier op school gingen ja. En ik zeeën van vrije tijd had. Ik was zeg maar zorgvader. Ja. Omdat mijn vrouw werkte, had ik daar de tijd voor. En je zei het net, het is gisteravond een beetje laat geworden voor mij. Ik zat weer niet op te letten. Maakt niet uit. Maar in ieder geval was dat voor mij de reden om ze te blijven begeleiden ja. In hun schooltijd. Ja. En is het, goed is het goed gekomen? Ja, papa had bedacht? Ja. Wat doe jij tegenwoordig? Ik zit nu op het derde jaar in HBO met okay. De bedrijfskunde meer. Kijk, dus het zijn toch allemaal, al die kinderen komen zo goed terecht hier op school. Dat is ongelooflijk. Ja, leuk, ja. En je zusje, die we even niet zien hier? Ja, die is afgestudeerd op de universiteit met psychologie. Die heeft nu doe maar even ruig. Ja. Nou, ik kan trots zijn op je dochters. Ja, ben ik ook. Ja, dat is helemaal niet zo moeilijk. Dank je. Daarom heb je ook naar deze school gestuurd. Precies. Nou ja, dat is duidelijk. Iedereen die hier op school heeft gezeten, komt dus gewoon heel goed terecht. Ja. Renske Langrijer, jij kwam heel sneaky zo door dat gangetje zo aanlopen. Je denkt, ze zien me niet. Dat hoopte ik. Vertel eens, wanneer heb jij hier gezeten op school? Ik heb hier gezeten, dat staat hier, van 1992 tot 2000, okay. Dus al 13 jaar niet meer. En ben je voor het eerst weer terug in deze school? Of, ja. En hoe is dat om dan weer naar binnen te stappen hier? Het is zoveel kleiner dan ik had verwacht. Vooral die stoeltjes en die bankjes. Ja, dat ik daar ooit opgepast heb, dat verbaast me. Je bent goed lang geworden inmiddels. Ja. Je bent groot geworden. Ja, dat ik heb... heb ik gedaan toevallig. Okay. Heb ik gedaan. Ik denk, het lukte nog net. Maar het is wel heel bijzonder om mee te maken dat je echt met een groter lijf in eenzelfde ruimte komt. En dan denkt, wauw, zo klein was ik ooit. Precies. Maar het is ook wel weer heel mooi. Kom je nou veel mensen tegen uit je klas vandaag? Of is het feest der herkenning niet zo? Voor mij niet zo heel erg. Ik denk wel mensen die jaar of 5 ouder zijn dan ik. Dat wel, die allemaal nu 30, midden 30 zijn. Maar wel alle meesters en juffen, die zijn er wel. Ja. En die zien er ook allemaal nog hetzelfde uit. Ja, die veranderen nooit, hè? Ja. Ik weet niet hoe ze het doen. Maar... Nee, wij worden ouder en zij blijven gewoon wie ze zijn. Hartstikke goed. Wat ben je geworden? Nu je groot bent. Nog niet wat ik uiteindelijk hoop te zijn. Maar op dit moment werk ik voor Nespresso. Oké, ik zie jou ook echt iets voor in de medische sector. Nee, helemaal niet. Nespresso. Nee. Ja. Dus jij bent heel erg met George Clooney. Heel erg. Ja. Heel erg, ja. Mag bij jou al een kopje koffie komen drinken? Zeker, ja. Ik doe op dit moment niks met mijn studies, maar velen met mij. Ja. Maar ik heb gelukkig wel een hele leuke baan. Hartstikke leuk. Nou, top. Nou, leuk om je hier te zien. En misschien kom je nog wel toch iemand tegen waarvan je denkt van, god, was wel gezellig. Dat wil ik nog even vragen en dan ga niet zeggen wat ik denk. Wat was het leukste op deze school? Kamp. dat heeft iedereen gezegd. Iedereen zegt kamp! Wat gebeurde er op die kampen dan? Nou, het is heel bijzonder dat, tenminste ik weet niet hoe het nu is, maar toen ik hier zat ging je echt vanaf groep 3 ieder jaar op kamp. En dat was echt heel bijzonder, want bij de meeste basisscholen ging je 1 keer op kamp en dan meestal alleen in groep 8. Ja. En dat was hier tot zo enorm aangekleed met hele scripts eromheen. En iedereen geloofde dat ook heilig. Als ik die fotoboeken nu terugzie, dan denk ik, zo was het ook echt. Heb je Jelmer, hoe heet die? Jelmer, een Zweedse naam. Jelmer, heb je die gezien? Die was altijd Zwarte Piet hier en deed kamp organiseren, begeleiden. Ik heb hem nu nog niet gezien. Hele stoere jongen. Maar ik zal hem waarschijnlijk wel herkennen. Nou, dat denk ik wel. Ga op zoek. Ga ik doen. Nou, bedankt. Dankjewel voor het interview. Top. Graag gedaan.
even weer interfereren in zo'n groepje wat het heel gezellig heeft met elkaar. Dan kwam ik een meisje tegen die hele vrolijke blikken naar ogen heeft. Dus ik ben benieuwd of ze ook heel vrolijk is. Mag ik jou even storen? Ik heb jou nog niet geïnterviewd, hè? Nee. Maar jij hebt zo'n schalkse blik in je ogen dat ik dacht van, ja. ik wil jou wel eens even interviewen. Ja. Zeg. Ik probeerde steeds weg te komen. Nee, want ik zag jou aankomen lopen op het schoolplein. Toen dacht ik van, jij keek zo uit je ogen van jippie de pippie, gezellig naar de reunie van mijn oude school. Wat kan ik verwachten hier? Zo keek je. Keek ik zo? Zo kijk je nog steeds. Oh, okay. Hoe is het hier om weer hier te zijn? Ja, ik kom hier elke week nog, want mijn zoon zit hier op school. Kijk, dus het is wel, gaat toch weer door in de hier familie. Zijn is niet zo heel bijzonder, maar hier met elkaar zijn is wel weer heel leuk. Ja. Oké, want het is dus wel degelijk zo dat wanneer je zelf op deze school hebt gezeten, je hebt kindjes, dat je dan, als je toch hier nog woont, ook weer dat Montessori onderwijs verder laat volgen. Nee, zo is het bewust is het eigenlijk bij mij niet gegaan. Nee, het is gewoon toeval. Gewoon praktisch? Ja. Okay. Nee, hij zat eigenlijk eerst op een andere school, maar okay. Heel oninteressant. Heel oninteressant verhaal, gaan we het niet over hebben. We gaan het over jou hebben. Ja. Wat was het leukste wat je hier hebt meegemaakt? Ik weet al wat je gaat zeggen. Kamp. Wow. Ja, dat heb ik niet hier meegemaakt, dat hadden we ergens anders. Maar, ja, dat was toch in Epe of zo? Ja. Ja. Maar dat was wel een van de leuke dingen. Maar ja, dat is natuurlijk. Maar ik denk dat is altijd superleuk, kamp. Maar nee, ik vond school zelf ook gewoon heel erg leuk. Ik weet bijvoorbeeld nog dat we een keer op 1 april. Gewoon met de hele klas besloten: we gaan niet naar de klas. Oké. Okay. We hadden een ander verzamelpunt. En. Dan gingen we stiekem door de struiken. We zaten in de dependance bij Baron. En dan gingen we door de struiken, gingen we door het raam kijken hoe Ron in zijn eentje in de klas zat. En nou, dat was natuurlijk super wel een goede grap. Ja, precies. Ik denk dat hij het al lang in de gaten had. Ja, maar goed, wij vonden het allemaal helemaal echt een geweldig. Want echt straf had je hier volgens mij ook niet, hè? Of zo? Je krijgt hier geen straf en dergelijke. Ja. Waar ze streng? Ja, we hebben wel een keer flink op een sodomieten gehad. Okay. Ja. Ja, volgens mij toen ook. Oké. Okay. Hey, als je nou kijkt naar de schooltijd die je hier hebt gehad, hè, is dat nou heel erg van invloed geweest op je latere carrière op school? Ik bedoel, ben je gaan studeren? Wat ben je gaan doen daarna? ja, sorry, zie je bekende. Hey. Dat komt zo ook wel aan de beurt. Wat heb ik hierna? Ja, ik ben hierna eerst naar de middelbare school gegaan en daarna heb ik HBO gedaan. Ja. Maar ja, ik weet niet of er zit zoveel tijd tussen, hè, voordat je zeg maar. Dus je zit, ik heb geloof ik 7-8 jaar eerst nog op het VWO gezeten. Dus ja, dan ben je wel weer zo'nzelfde periode. Dit valt mij dus heel erg op dat alle leerlingen die ik spreek over het algemeen allemaal hoger onderwijs hebben genoten. Ze zijn allemaal VWO, HBO, zijn gaan studeren. Ik hoor niemand die zegt van, met de MAVO. Hij niet, hoor. Ja, maar hem heb ik al gehad. Nee, maar ze zijn toch allemaal wel heel goed terechtgekomen. Ja, nou. Je staat mij aan te kijken dat je er verbaasd over bent. Maar ja, dat is gewoon een logisch verhaal. Ik kan daar niks over zeggen of dat door de school komt. Ik denk het. Ja, weet ik niet. Nou, dankjewel voor het praten. Ik vond het erg gezellig, weet je. Je kijkt nog steeds zo, dus waarschijnlijk gewoon de blik. Ja, ik moet er ineens even Cor. Dag Nicky. Ken jij Cor? Nee. Oh nee, omdat hij zo weer bij de hand tegen jou aan het praten is. Ja. Zeg, vriend van de school weer nu, hartstikke goed. Nicky, jij bent hier al een tijdje van school af. Ja. Waar ben jij terechtgekomen? Ik ben eigenlijk onlangs in Wageningen gaan studeren. Okay. Hiervoor heb ik in Portugal gezeten, vrijwilligerswerk gedaan. Wauw. Daarvoor in Den Bosch gestudeerd. Daarvoor in Doetinchem op de middelbare school gezeten. En, want ik ben verhuisd in groep 6. Dat is altijd heel jammer natuurlijk. Bij Jaap in de klas. En dan word je toch gewoon geonderbreekt, moet je weg. En, dus ik heb daar groep 7 en 8 nog gedaan in de Achterhoek. En dat was wel heel erg wennen. Dat was wel totaal andere leefomgeving. Mentaliteit, leefomgeving. Ja.
En ja, dus ik ben ook heel lang niet meer in huizen geweest. En ook op deze school. Ik ken ook inderdaad nog weinig mensen. Ach, jammer. Maar Judith, die, ja, dat is altijd, hebben we in het begin nog penvriendinnen mee geweest. Ja. En wel heel leuk geschreven. Ja. Ja. Wat bracht je naar Portugal, vrijwilligerswerk? In de humanitaire sector of humane sector, moet ik het zeggen? Ja, eigenlijk een soort biologische landbouw. Ja. En ook, ja, ik wilde echt even weg uit Nederland. Gewoon helemaal klaar met het werk en gewoon lekker naar het platteland, genieten van de natuur. Ja. Ik heb op een wijnboerderij gezeten, okay. Op een ezelboerderij en een soort camping. Dus ja, gewoon heel... Gewoon even afstand genomen van alle studies, de hele zooi en gewoon lekker anoniem in Portugal gaan zitten. Een beetje gewerkt, lekker genoten, veel gereisd, veel naar het strand geweest, veel gezwommen. Ja, lekker. Lekker. De geneugde des levens. Maar ja. Toch ben je weer gaan studeren. Ja. Wat trek je daar zo in aan? Gewoon verder kennis vergaren of zo? Ja, zeker. Ik, ook omdat ik nog niet weet wat ik precies wil doen. Okay. Heb ik wel zoiets van, ja, ik heb nog de kans. Ik was aangenomen in Wageningen. En het is wel, ja, een van de betere scholen, wil je iets doen. En ja. Ik heb dan, met eten doe ik nou, food quality management. Okay. En ik denk gewoon, ja, er zit wel wat in. Dus je bent eigenlijk veel met voedsel bezig, biologisch neem ik aan, helemaal in de biologische hoek. Ja. Is dat nou denk je nou dat dat meer of minder wordt in de toekomst? Ja, ik denk meer. Dat mensen verantwoorden gaan nadenken over hun eetgedrag. Ik denk het wel. Want in Amerika is het helemaal misgegaan. En in Europa begint het ook al een beetje met de obesitas patiënten. Ja. Nee, maar ik denk, ik merk ook zeker wel gewoon de initiatieven, maar ook gewoon wat aanbod wat er is. Ja. Ik denk wel dat het de goede kant op gaat. Die mensen die protesteren tegen Monsanto en er komt een hele beweging op van ja. Ja, de biologen, biologische mensen. Echt een beetje de eco-mensen. Ja. En ja, dat komt wel weer helemaal terug, denk ik. Denk je nou dat die prijzen, wat mij wel eens tegenstaat, is dat het zo duur is. Biologisch eten. Ja. En wordt dat minder dan? Zal het goedkoper worden in de toekomst? Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, ik denk het wel. Als er meer aanbod is, is meer concurrentie. Dus dan gaat de prijs ook wel omlaag. Maar aan de andere kant, ja, goed eten kost gewoon meer geld. Ja. En dat, ja, ik heb dat zelf ook als student. Ik bedoel, ik heb ook niet weinig geld. Dus ik geef eerlijk toe, ik koop niet altijd biologisch. En dus, ja, ik ben benieuwd. Okay. We moeten meer investeren in eten, vind ik, dan andere dingen. Nou, dus beter hele wijze goed les. Eten dan ja. Een goed bankstel. Nou, inderdaad. Want zitten kun je overal. Eén vraag nog heel kort. Wat vond je het leukste op deze school toen je er nog was? Zeg niet kamp. Oké. De leraressen, leraren en het hele systeem. Nou. Gewoon hoe ze je les geven. Ga jouw kindjes later ook naar de Montessori onderwijsscholen? Ja, misschien wel. Misschien komen ze zelfs nog op deze school. Nou, dan kom je weer lekker terug in huizen. Hartstikke idee. Lijkt me leuk. Dankjewel voor het interview. Top. En dan gaan we weer met Mark. Dag Mark. Hallo. Jij bent ook zo'n schelm volgens mij als die Jalmar, ik krijg die naam niet uit mijn mond. Jalmar die ik daarvoor al gesproken heb. Jullie zijn vrienden geweest vroeger volgens mij, of niet? Ah, we zijn het nog steeds. Jullie zijn nog steeds? Ja. Dus je woont ook nog hier? Nou, ik ben hier gaan wonen. Ik heb hier nooit op school gezeten. Oké. Okay. Ik ben... Even kijken, het volgende kamp wat ik ga doen, ga ik 20 jaar mee. Ja. Als kampleiding. Ja, begrijp hem. Ik ben ooit begonnen bij Ingrid Nauta. Heb ik 2 jaar mogen doen. Oké. Okay. Ik denk dat ze me een beetje zat was, dus toen ben ik doorgeschoven naar Marjan. Wat is er zo leuk aan de kinderen die op Montessori onderwijs zitten op deze school? Ja, is moeilijk hè? Even doordenken. Ja, en het wordt gefilmd, dus het staat allemaal vast. Ja, zo. Ja, gewoon hartstikke leuk. Het hele gebeuren, verhaaltjes eromheen, dat ze er nog in geloven. En dat er zitten er een aantal bij die er dan niet in geloven. Totdat. Ja. Hè? Ja, het pijnlijkste moment. Ik kan me nog heel goed herinneren. Het was niet leuk. De avond en dan had je degene met de grootste monden die stonden dan achter je van mag ik jouw handje vasthouden? Ja. Wat ik zo leuk vind wat ik hoor is dat jullie vanaf de groep 3 al op kamp, van zo klein al op kamp gingen. Dat die kinderen al op kamp gaan. Ja. Ja. Ja, want volgens mij ben ik met Ingrid met de onderbouw mee gegaan. Ja. Ja, dan heb je de knuffelkindjes die bij je komen zitten en zo. Ja. En later ben ik met Marjan naar de middenbouw. Ga ook mee. Maar er kwam net een is dat een lerares of een moeder van een van de dames die daar staat? Want die zei je moet wel, de moeder. Oh, deze mevrouw, die zei kijk of hij de waarheid spreekt. Ik weet niet waar het over gaat, dus zeg maar. Ik spreek altijd de waarheid.
Meisje, 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 kom er eens bij. Nicky, ben ik... Nee, zij ook. Ben jij op kamp geweest? Ben jij op kamp geweest met hem? Hoe was dat? Ja, het was altijd heel gezellig. Ik zou ook niks anders hebben gezegd, hè, voor de veiligheid. Nee, het was echt zo. Bij Marianne was altijd de leukste kampleiding. Dat was echt zo. En wat deden jullie dan allemaal? S'avonds met zaklantaarns door het bos rennen of zo? Ja, onder andere. Maar het was die hele groep met Mark en Jelmer en Esther... Nee, Joost. Dat was gewoon één gekke groep. Dus dat 2001. Nou ja, hetzelfde ja. Dus, ja, zij was ietsje eerder eigenlijk. Maar het is vriendinnen, hoor ik. Nou, we zijn wel goede vriendinnen. Wat ben jij gaan doen nu, zeg maar? Wat is van je geworden? Ja, ik ben net afgestudeerd in HRM. En ik heb nu een baan bij een organisatieadviesbureau in Zeist. Nou, hartstikke goed. Iedereen komt hier ook gewoon goed terecht, hè, Mark? Uiteindelijk wel, ja. Door alle goede zorgen, denk ik. Dus, ja, vast en zeker. Goed eten. Ja. Een beetje... Goed eten moet je bij Nicky zijn, hè? Biologisch verantwoord. Nou, volgens mij tijdens de kamp was dat niet zo heel erg biologisch. Nee, dat werd allemaal te duur natuurlijk. Dat was inderdaad gewoon... Een... Als je maar goed eet, daar gaat het om. Daar gaat het om. Niet de standaard bruine bonen, macaroni's en zo. Nee, gewoon leuk eten. Leuk. Mijn zwager ging ook mee, de zoon van Marjan. Ja, chef-kok, dus wij hadden wel goed te eten. Nou, helemaal top. Nou, weer een gezellig gesprek. Ik bedoel, er zijn alleen maar gezellige mensen hier op de Montessori-school in Huizen. Wij hebben elkaar weer gevonden. Ik zag jou daar straks, kijk me ook zo aan. Ik zag jou daar straks op schoolplein en toen was je net binnen. En hoe is het nu? Hoe is het nu met je? Het gaat nog steeds heel goed. Ja? Ik vind het heel leuk om iedereen hier weer terug te zien. Ja? Heel veel van mijn jaren moet ik zeggen. Dat was wel was leuk om te zien. Ja? Oude leraren natuurlijk weer. En herinneringen ophalen. Dat is een feestje. Wat mij opvalt is dat iedereen elkaar gewoon in een oogwenk herkent weer. Ja, dat vind ik ook bijzonder. Ja, dat zit toch al wat jaartjes verder. Niet echt, denk ik. Nee? Nee, dat geloof ik niet. Okay. Er zit toch een soort van gezicht in dat nooit meer weggaat. Of je nou kleuter bent of... Als je nou mensen spreekt, hè, en je had vroeger een indruk van iemand. En iemand is wat geworden nu. Jij doet iets, die andere persoon doet wat. Ja. Is het dan in de lijn van de verwachtingen dat jij toen al zoiets had van... Oh, dat zal wel dat worden of die zal wel die kant op gaan. Ik sprak net Nicky, die ken je misschien ook. Die ken je dus niet. Nee. Nou, Nicky is in de helemaal biologisch geworden. Heeft de hele wereld rondgetrokken en zit helemaal in de biologische... sector. Ja. Maar komt dat dan uit, wat je vroeger dacht van iemand? Ja, toch wel. Ja. Bij een aantal was ik wel verrast. Dat ik denk, jeetje, dat je die kant op bent. Maar een aantal klopt het ook wel heel erg. En zoals Sanne nu net zei, dat ik vertelde over dit interview. Ja. Dat ze ook zei, ja, dat moet ook jij zijn. Dat ik dat wel grappig vond dat ze dat nog weet. Want dat ik dat soort dingen ook wel leuk vond om te doen. Ja. En dat ik wel graag in de belangstelling stond en de toneelstukjes leidde. En dat soort, Wat doe je tegenwoordig? Ik werk bij een filmdistributeur. Kijk, dus je bent nog steeds met film en dingen bezig. Ja, zo bezig. Beetje hetzelfde als ik. Ja, weet je wel, hè? Leuk, hè? Ja, leuk vak, toch? Ja. Maar waar werk je dan? Zit je in Hilversum, Amsterdam? Nee, A-film in Amsterdam. Oh, oké. Ja, dus ik doe de marketing voor allerlei grote filmproducties. Ja. Dus jij doet ook de premières van films die in Nederland gaan draaien. Die verzorg jij. Klopt, ja. Houden wij even contact. Dat gaan we doen. Is goed. Dankjewel. Oké, graag gedaan. We zijn er weer. We zitten in het stille hoekje, hè? Geloof ik, Ingrid. Ja, we hebben ons even teruggetrokken, want ik heb nog niet met hen gesproken. Ik ben heel nieuwsgierig hoe het met hen gaat, want ik ben jaren geleden bij een tentoonstelling geweest met prachtige schilderijen. Dus ik wil even weten hoe het gaat. Ja, nou ja, ik ga hier even de vraag stellen als je het heel erg goed vindt. Nou, je neemt meteen de regie weer in handen, want ik zie, jij kent werkelijk iedereen hier. Ja, als lerares. Ja, dat is logisch. Ja, maar goed. Nee, maar als je zo lang hier werkt, dan kan ik me voorstellen dat je ook mensen vergeten bent. Maar je kent ze allemaal, valt mij op. Je hebt een heel goed geheugen. Ja, het valt bij mij eigenlijk, ja. Ik had niet gedacht dat ik zoveel mensen nog zou herkennen. Ja, dat doe je maar hartstikke. Het gaat goed, ja, leuk. Jij werkt hier al heel lang? Ik werk hier 40 jaar, ja. Al heel lang? Ja, heel lang, ja. Heel lang. Zie je nou nog vaak leerlingen terug, behalve tijdens een reunie? Wonen nog mensen in de buurt? Of zijn mensen over het algemeen uitgevlogen en zie je ze nooit meer terug? Nou, ik zie wel ouders van leerlingen, waar ik nog heel veel contact mee heb. Dus via hen krijg ik nog wel te horen hoe het met hen gaat. En er zijn wel een aantal die in Huizen wonen of in Blaricum en Laren. Ja. En die spreek ik nog wel regelmatig. Ja, en in het dorp kom ik nog wel eens mensen tegen. En als ik iets lees in krant of ik hoor via iemand dat iemand iets organiseert of doet, dan probeer ik er wel, als het een oud leerling is, erbij te zijn. Wat leuk. Wat komt het nou ook uit dat je als lerares vroeger een leerling had waarvan je denkt van nou die zal wel dat worden of die zal wel die kant uitgaan? Ben je nog verbaasd over wat ze zijn geworden uiteindelijk in dit deel van het leven?
Nou, wat ik hoor is, dat vind ik echt fantastisch. Want ze doen het allemaal goed, ieder op zijn niveau. En hele creatieve beroepen en in leidinggevende beroepen of in andersoortige beroepen. Maar vooral dat het ontzettende gelukkige, leuke, vrolijke mensen zijn geworden. Dat vind ik eigenlijk nog het belangrijkste. Want het lijkt of ze allemaal heel goed in hun vel zitten. Nou ja, dat lijkt niet alleen zo, want ik ontmoet ze voor de eerste keer. Ze zijn allemaal heel erg blij. Het zit allemaal in het bovenkader. Of universitair niveau, HBO. Allemaal goede, leuke functies. Ze zijn allemaal heel erg happy de peppy. Ja, nou, het zijn allemaal sociaal vaardige mensen. Ja. En emotioneel zitten ze ook goed in elkaar. Dus, Ik heb nog 4 minuten. Nou, en gewoon die 4 minuten die praat ik al vol. Femke heb ik net al gesproken. Dat was een hartstikke leuk interview. Maar jou nog niet. Ik kan niet zo goed zien aan Annerieke. Annerieke, die naam hoor je ook niet heel veel. Nee, klopt. Wat is er van jou geworden eigenlijk na de Montessori school in Huizen? Toen ben ik naar de Huizermaat gegaan. Net als heel veel kinderen die van deze school komen. En daarna ben ik kunstacademie gaan doen in Utrecht. Kijk, ja. En nu woon ik in Rotterdam. Al een jaar of 12, 13 zoiets. En ik werk in de kunsten. Ja. En, verkoop je kunst? Nee, ook. Maar ik verhuur het ook. En ik organiseer tentoonstellingen en festivals en van alles. Dus, ik ken een kunstenaar uit Rotterdam. Maar dan moet ik even heel goed nadenken. Kootstra of zo heet hij. Nou ja, goed. Ik moet even nadenken. Daar hebben wij wel wat thuis van hangen. Nog nooit van gehoord. Nou, dan is het ook niet echt een goede kunstenaar. Knip dit er eigenlijk maar uit ook. Nou, bij leuk. Hey, maar je bent happy de peppy ook? Ja, super. Ja. Nou, als jij nou, heb je kindjes inmiddels? Of ga je ze krijgen? Je hebt... En wat doen die kindjes wat voor school? Nee, die zitten nog op de lagere school. En die gaan dan? Nee, die wonen in Rotterdam. Oh, dus Rotterdam. Ja. Maar mijn dochter die heeft wel heel veel interesse in het Montessori Lyceum. Ja, dus dat is een hele leuke school in Rotterdam. Dus dat zal ik ook wel stimuleren, denk ik. Ja, dus, ik had ook toen ik daar binnenkwam zelf, idee van, nou, dit voelt helemaal als thuis, zeg maar. Leuk. Dus, Nou, louter goede herinneringen. Ik hoorde dat ik net nog 4 minuten had. Dat zullen er nu inmiddels 2 zijn. Dus ik zeg toeledoki. En we zien elkaar. Ja, dit wordt een heel uniek interview met een Montessori kindje. Hi. Het zegt nog niet veel terug. Nee, het zegt nog niet zoveel terug. Wordt het een hij of een zij? Een zij. De enige vrouw hier die zwanger is op het oog zo. Kunnen er meer zwanger zijn, maar dat zie je dan misschien nog niet. Maar jij hebt hier op school gezeten. Ja, ik heb hier op school gezeten. En hoe lang is dat geleden? Heel lang. Volgens mij ben ik in 91 of 92... Wow, dat is 22 jaar geleden. Ja. Nee, ja. 22 jaar geleden. Ja. Wat is er van jou terechtgekomen? Na jouw woelige tijd op kamp hier op de Montessori school. Kan je dat niet meer herinneren? Nee. Zeg ik iets heel raars? Nee. Het was heel leuk juist, alle kampen en zo. En wat is er van mij? Ik heb heel veel lol gehad, vooral hier. Ja. En dat neem ik nog steeds, denk ik, mee. Gaat jouw kindje nou ook later naar het Montessori school? Nou, onderwijs? Nog mijn oudste, die wordt bijna 4. Oké. Okay. En die start volgende maand bij Ingrid in de klas, mijn oude kleuterjuf. Dus je woont nog steeds hier, in de buurt? Ja, weer, ja. Oh, ja. Terugkomen. Ja, dus hoor je veel van mensen die weg zijn gegaan, maar toch weer terug zijn gekomen naar huis. Ja. Wat is er zo leuk aan huizen? Ja, dat is gewoon je thuis of zo. Ja. En wat ben jij geworden eigenlijk, nu je groot bent? Ik ben... Adviseur zorg heet dat. Oké. Ik werk in de psychiatrie. En daar ga ik over de wachtlijsten, plaatsingen van alle mensen die bij ons komen wonen. Word je niet knettergek van alle bezuinigingen? Ja. Gaan er veel mensen weg, ook uit de zorgsector nu? Ja. En hoe moet dat nou verder, als ik oud ben? Ja, en jij? Ja, dat wordt hopeloos. Ja. Wij blijven thuis. Ja. Maar ja. Moet jij vrezen voor je werk? Of moet jij... Ja, wanneer wordt je kindje geboren? Ook een hele goeie. 9 oktober. Nou, hartstikke mooi. Ja. Nou, ja. Ik wens je heel veel plezier met het kindje. Ga niet vragen of het jongen of een meisje wordt, maar het wordt een meisje. Ja. Dat zeg ik je vast. Bij deze. Je hebt soms van die reunies dat mensen elkaar aankijken. Dat je denkt van nou, er was echt geen zak aan. En dat die mensen elkaar ook niet herkennen. Maar deze school, de tweede Montessori school hier in Huizen, in het centrum van Huizen, op deze prachtige dag, was het decor van een superleuke reunie. Leuke mensen die over het algemeen supergoed terecht zijn gekomen, goed in hun vel zitten en gewoon een leuk leven hebben. Ik kan er niks anders van maken. Het was een topmiddag. Iedereen heeft genoten. Hapjes en drankjes waren voldoende. En iedereen gaat met een goed gevoel weer terug naar of in huis blijven of terug naar de woonplaats waar ze nu zitten. En dat kan zijn Enschede. Ik heb al gehoord Bergen op Zoom. Overal. Was leuk.